Welkom allemaal. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van De Beert. Campergezin Hannessen. We enjoy all pretty things in life and our worry soon disappears. When we are together, together in our motor home, the beard. Wij zeggen welkom weer bij deze nieuwe video. Onder het genot van een radeltje, want we hebben nog steeds weer heerlijk weer. Gelukkig na al dat slechte weer. Ziet het er voorlopig weer wat beter uit. En ondanks dat misschien als deze video online komt, wij alweer lang weg zijn hier, zijn we op dit moment nog steeds in Benidorm. Vele mensen hadden gedacht van, dat gaan ze niks aanvinden. En dat snappen we helemaal de reactie, want wij zijn inderdaad niet zo van die drukte. Nee. Maar zoals we in de vorige video al zeiden, we staan op een heerlijk rustig plekje, dus daar zoeken we ons rust. We kunnen het vertier lekker opzoeken. Juist. En zijn we het zat, dan staan we hier perfect. Heerlijk, en wat hebben we het al gezellig gehad hier. Onder andere zijn we ook naar het oude gedeelte van Benidorm gegaan. Met dat leuke pleintje, met die duiven en weet ik. Ah, fijn. Weet je wat? Jullie gaan het weer zien in de volgende beelden. Ben je weer aapjes aan het kijken, schat? Ja, lachen, hè? Wel geëerd publiek, vanavond presenteren wij u. De lampen gaan spontaan aan. Si, si. Oh, fantastico. Oh, hey, oh. Ja, je wel meer hoor. Jij was verlegen. Oh, hey, oh. Yeah.
Hey, het is geen regendans. Nou, jullie zagen het, ook 's avonds is Benidorm enorm gezellig om te bezoeken. Ingrid is op de achtergrond even bezig met een handwasje, wat natuurlijk ook wel eens moet gebeuren. En dan vervolgens gaat de natte boel in de centrifuge in onze eigen aanhanger. En natuurlijk pakken we ook wel eens eventjes gewoon een wasmachine als die in de buurt is. Nou was er van de week een hele goeie, dus daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. En zo zijn er nog veel meer klussen die we ook natuurlijk tussen alle plezier gewoon moeten doen. Kijk maar even mee. Ja, geloof het of niet, maar ik ben even naar een autowasplaats gereden. Op de fiets, door Benidorm. Al een belevenis op zich. Want ik heb geen auto te wassen. Maar ik wilde eventjes de kleden die in de camper liggen, de vloerkleden, die wilde ik even wassen, want die waren een beetje vies. En Rico ligt daar continu op, dus het begint af en toe wat te ruiken. Dus ik zei tegen Ingrid, ik ga eventjes naar een autowasplaats toe. En dan spuit ik ze daar wel even schoon. Dus zo gezegd, zo gedaan.
Nou, nu zijn we schoon. Nu de volgende uitdaging. Terug naar de camper. Door Benidorm. Op de fiets. Nou, ik zie het maar net als de auto weer droog rijden. Nu eventjes de tapijtjes droog rijden. Over 100 meter sla rechtsaf naar de CV70. Het is echt af en toe net als je op de snelweg rijdt, joh. Tjong, ja, niet vanwege mijn snelheid, maar de auto's waar die ik omheen krijg en de rest. Nou, volgens mij stuurt de navigatie me echt de snelweg op. Tenminste, zo lijkt het wel. Ik weet niet of ik hier mag fietsen met de fiets, maar als het goed is ben ik er over 500 meter, dus ik neem het op de gok. Maar het kan niet helemaal de bedoeling zijn, deze straat. Ja, ik kom dus helemaal vanaf de andere kant, als de andere kant weer aan, als hoe ik ben vertrokken. Maar goed, we zijn er weer. Ja, denk het wel. Nou, de een tapt een bakje koffie voor 70 cent. En de rest zit te wachten op de was. Die is voor mama, toch? Ja, die is voor mama. Interessant, hè, de wasmachine. Liefde is samen de was doen in Benidorm. Ja, en iets wat ook bij de overige werkzaamheden hoort en bij het servicen. Eerst natuurlijk even water tanken. We staan hier alweer een dag of vier. Ja. En dan raakt het water toch echt wel weer op langzamerhand. Ja. We hebben natuurlijk wel altijd extra flessen mee. Maar ik doe nog wel eens een handwas tussendoor. Ja, en, dus... en vijf man, hè? Vijf ja, man en ja. Een hond. Ja. Kom nou. Ja. We doen het heel netjes. Vind ik maar wel. We staan nog steeds op hetzelfde plekje in Benidorm. Wat ik ook even ga doen, is de LPG weer verder aanvullen. Want er zit hier op 1,4 kilometer weer een LPG-station die ik heb gezien op de welbekende app voor velen, mylpg.eu, ja. Is dat geloof ik zoiets. Even de toiletten legen, ja, die zitten na zoveel dagen, we hebben er twee, maar die zitten ook vol. Ja, dus dat ga ik zo onder andere even doen. Inge blijft hier, de aanhanger koppel ik af, die laten we hier staan. Kids zijn lekker aan het voetballen en dan ga ik eventjes de nodige werkzaamheden weer uitvoeren en dan zijn we met een uurtje weer terug. Nu pas ik op het plekje. Is dat Rico? Blijven we achter, hè? Baasje komt zo weer terug. Ja. Baasje komt zo terug. LPG is weer aangevuld. Nu het water nog. Nou, en Ingrid heeft altijd goede hulp van Roan. Die is de boel nu in de centrifuge aan het stoppen na het handwasje. En nou, zoals we al vaker hebben gezegd, Benidorm is enorm gezellig. Ja. En is dat het niet, dan maken we het zelf wel. Want zo hebben we van de week ook met z'n allen eventjes een cocktailavondje gehouden. Ja, dat was ook wel leuk. Dat was ook gezellig, hè? Ja. En dat zag er dan weer zo uit. Voorbereiding Mark op een gezellige avond. Aha. Die is al gaande, dat is geen eens voorbereiding meer. Nee, hè? Maar ik zal het even uitleggen. Want Leon, wat zouden we ook weer doen? Want toen stonden we nog in Urbanova. En toen had ik Leon beloofd, want ik had een wedstrijdje met Leon. Want we gingen voetballen, latje trappen. En ik zeg, Leon, als je de eerste keer de voetbal tegen de lat aan schopt, ja. Dan doe ik vanavond, zeg ik met de gekke bek, dan gaan we met z'n allen aan de cocktail. Nou, en toen schoot hij tegen de lat aan, hè? Ja, dat kan niet goed, hè? Toen zijn we even langs de boulevard gegaan daar. En toen zagen we een cocktailbar inderdaad. Die hadden we al, heel eerlijk gezegd, hadden die al gezien. En toen gingen we daar naartoe. En toen zaten we daar met z'n allen. En toen zagen we dat de goedkoopste cocktail hè, een tientje per cocktail was. Nou, en we willen ja, best wel eens een normaal. Keer even... bedoel, je moet jezelf wel eens kietelen. Een ander doet er niet, zeggen we ja, altijd. Ja, klopt. Maar dat vinden we... Dat vonden we een beetje too much. En ja. Toen zeiden we van, weet je wat, we doen even gezellig wat drinken op het terras. We verzinnen wat anders. De eerste volgende keer dat er gelegenheid voor is, gaan we naar de supermarkt. Slaan we zelf even wat flesjes drank in van 4-5 euro de stuk. Gewoon in de low budget categorie.
en gaan we een cocktailavondje maken. Ja, maar even op van klopt, de maar vooropgesteld, rekening houden met jongere kinderen die ermee zijn. Geen alcohol voor de kinderen. Nee, precies, kinderen. Anders krijgen we daar reacties over. Het moet wel leuk blijven. Geen alcohol we hebben voor ook de bijvoorbeeld een pina colada zonder alcohol. Hè? Kan het even wat zien? Ja. No alcohol. Kijk, staat er heel duidelijk op. Maar goed, het is nog geen tijd voor de pina colada. Het is nu tijd voor, heel raar woordje Deon, voor seks op het strand. Seks on the beach. Wat zegt hij nou? Seks on the beach. Zo, dat is de naam van het drankje. Voor degene die wel een alcoholdrankje nuttigen, zit er een beetje rum in. Daar kom ik even niet op, maar er zit ook nog een soort grapefruitsap. Dat kon ik hier niet vinden, dus ik heb nou een rode vruchtensap ervan gemaakt. Citroen gaat erin. IJs gaan we er bovenop doen. En dan moet jij zo eventjes pakken helpen. Dan moet jij zo meteen eventjes een schijfje... Ananas? Nee. Oh. Die gaat bij de pina colada. Oh, oké. Okay. We doen een schijfje sinaasappel. Ja. Oh ja. Dus mag jij dat... snijpantje pakken? Al met al. Met de takken lijkt het alsof er... Een hele gezellige avond. We gaan er wat gezelligs van maken. Zeker weten. Goed zo. Goed bezig, Deon. Waar hebben de drinkjes liggen dan? Oh, die had ik niet meer gelegd. Ja. Ik kan zeggen, die had het kindkastje gezien. Kijk, je maakt de cocktail of niet? Dat doet natuurlijk wel goed. Een rietje erin. Zij droeg oranje met drinkjes. Dat schuif je erna. Nou, dat moet dus niet. Die rode moet erom, daar zit een klein rooietje. Ziet er gezellig uit, hè? Ja, dat dacht ik. Wil je nog een paraplu'tje proberen? Moet je alleen die rode eraf halen. De kleine laat je zitten. Dus de rode gaat eraf, de grote. Al naar boven schuiven. Komt je aan, hoor! Ja. Oh, yes! Gaat lekker! Het is wel spannend zat om ze naar de tafel te brengen. Als je nou allemaal laat vallen. Oh. Mag ik het presenteren? De welbekende seks on the beach. Nee, piep on the beach. Lekker schat. Lekker. Ja, hij is lekker. Maar verraderlijk. Ja. Hier is verraderlijk. Ik proef niet. Ik vind het een... sowieso een leuke cocktail om te zien. Ik vind hem lekker. Hij is, ik denk verraderlijk, omdat vooral de rode bessensap overheerst. Ik geef hem een 7,5. 7,5? Ja, 7,5. Oh ja, dan ben ik Anneke. Ja, mag ik ook zeggen misschien? Ja. Ik vind hem lekker, net zoals al eerder gezegd, heel verraderlijk. Hij loopt veel te zoet binnen. Ja. Ik denk een 8. Dat ik hem ga geven. Ja. Erwin? Je zit aan de top. Waarom lekker? Wij wel. Oh, nou moet ik op zijn hele zin zeggen. Nee hoor, geef gewoon een cijfer. Ik vind hem zoet, heel verraderlijk. Hij loopt heel zoet naar binnen. Ja, komt ie? Nou, vertel. 8. En 8? Ja, ik vind het nog een 8 erbij. En nog een 8 erbij. Ja, heb je behoorlijk een 8. Nou ja, je moet wel door 8. Wordt totaal? Nee, 8. Nee, 7. Ik geef nu zelf een cijfer, hè? Oh, oké, okay, ja. Een 7,6. Een 7,6. Wordt genoteerd. Ja, best wel. Ja. En wat is er ingeschonken? In de volgende ronde? De gele duvel. Of ook wel? Oftewel, sangria. Een soort... Ja, witte sangria, hè? Ja. Wat vinden we ervan? Ik vind hem En wat waren de ingrediënten ook weer, Anneke? Tonic. Ja. En fruitsap. En fruit. En een suikerrandje. En een suikerrijtje. Zonder alcohol. Het is een mocktail. Dit is een mocktail. Wat vinden de kinderen ervan? Lekker. Ik vind hem wel lekker. Ver van? Ja, lekker man. Lekker. De volgende wordt de alcoholvrije pina colada. Ik zie, ik hoor je, maar ik zie je niet. Er staat een hele grote kerel voor.
En wat ben jij aan het doen, Vins? Ananas aan het snijden. Ik ben benieuwd hoe je naar het resultaat. Ik ook. Blijft wel een cocktail in de camper, hè? Echt lekker, zo hoorde ik je net zeggen. Ja, de smaak is perfect. Nou, we zijn weer reuze benieuwd. Met een garde in een plastic beker, om het een beetje te rustelen. Want er zit natuurlijk wel verse slagroom doorheen. Ja. Een beetje opgekropt. Dat is net. Nou, vinden ze mooi gest... De alcoholoze pina colada. We zijn er allemaal stil van. De ananas is lekker. Ik wil net zeggen dat de ananas is lekker. Ik wil niet lullig overkomen naar Anneke, maar ik denk dat dit mijn favoriete is. Ja, pina colada. Ja, dan wordt die ook hoor. Er zit toch geen alcohol in. Drink yoghurt. Maatjes weer lekker gewassen, schat. Lekker opgefrist, lekker. Ook dat moet gebeuren, hè? Maar goed, zo heeft Benidorm ons al een hoop plezier gegeven. Zeker weten. Toch, het is vandaag zondag. Is dit de laatste dag hebben we besloten dat we in Benidorm blijven staan. We gaan straks nog één keer het centrum in. En dan gaan we morgen weer een plekje verder opzoeken. Even wat boodschapjes doen. Ja, sowieso. Is de planning. Ja. En dan hebben we de gedachte om richting de watervallen te gaan. Er zitten hier nu, ietsjes naar boven toe, een aantal hele mooie watervallen. Ja, en heel mooi meer zit erbij, blauw. Ja, ja, Stuwmeer was het geloof ik. Ja, een of andere meer heb ik gelezen. Hebben we inderdaad gelezen, hebben we vernomen, nog niet gezien. Dus we gaan het gewoon weer bekijken. We laten ons gewoon weer verrassen. We zijn van de week ook nog eventjes met mooi weer naar het stukje haven geweest. Daar heb ik heel kort nog wat beelden van gemaakt. Die ga ik nog even snel voor jullie tussen zetten. Dat jullie echt helemaal, denk ik wel een redelijk compleet beeld hebben gekregen. Van Benidorm zo in onze vorige video en deze. En dan gaan we hem rustig gaan afsluiten. Ja, en zo lopen we, zoals gezegd, voor een laatste keer naar de boulevard van Benidorm. Vins loopt er niet bij, want die ging vanavond een keertje lekker met z'n tweetjes, samen met zijn vriendinnetje, met Ilana, lekker gezellig ergens wat eten. Ja. Dus die gaan we opzoeken. Maar kijk eens, er komt nog iemand afscheid nemen in de vlog. Toch niet. Nou goed, wat ik zei, Vins die is bij, met Ilana even lekker een hapje eten. Wij gaan Vins opzoeken, daar aan de boulevard. Doen we nog een laatste drankje? Zit je nou te lachen? Ja, dat was gewoon mooi. Ja. Nou ja, ik denk die komt ook even gedag zeggen. Maar gedag zeggen doen we, want dat was hem weer voor deze vlog. Ja. En waar we de volgende keer naartoe gaan, gaan we allemaal weer zien. Als het goed is, staat Villa Jojo's nog in de planning. Watervallen staan er in de planning. We gaan het allemaal weer meemaken en jullie ook. Dus ik zou zeggen, kijk gerust weer naar de volgende en dan zeggen wij heel graag tot de volgende. When we are together. Together in our motorhome, the beer.